allemaal, welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik allemaal leuke spulletjes uitgezocht wat te maken heeft met als je een feestje geeft. Stel je eens voor, je geeft het feestje, maar je weet totaal niet wat je moet doen. Dan heb ik een paar leuke spulletjes die je kan gebruiken op een feest. Laten we maar gaan beginnen. Het eerste ding zijn feestsnorretjes. Ik vond ze er echt super grappig uitzien. Dus, laten we ze gaan uittesten. Ik haat dat dit gebeurt. Dan scheur je het af en dan is het er nog steeds niet af. Oké, het zijn een heleboel. En ik kies voor deze. Oké, ze zijn heel erg zacht. Na een half uur plukken is hij er eindelijk af. En nu ga ik hem opplakken. Zo, laten we gaan naar het volgende dingetje. Het volgende dingetje zijn drumsticks. Oh nee, het zijn pennen. Oké, het is dus een drumstick in een pen. Ah nee, wat is hier gebeurd? Nee. Oké. Zo, dat ging makkelijk. Oké. Hier heb ik drumsticks. Of het zijn pennetjes. Je mag natuurlijk altijd zelf kiezen. Nou, ik vind dat ze heel handig zijn. En nu ga ik de pen uittesten. Die pennen schrijven lekker. Ze zijn goed. Krijgt een toppie. Volgende dingetje. Maar eerst ga ik mezelf scheren. Auw! Dat deed pijn. Volgende dingetje. Dat zijn Brightbugs. Ze lijken me heel erg goed. En leuk. En leuk. Hoe gaat dit echt opa? De handleiding. Oké. Hebben we nodig. A few moments later. Nou, het is dus een goocheltrucje. Je doet de twee lampjes om je vinger. En als je een trucje wilt doen, moet je dit doen. Moet je op het knopje drukken. Komt er een lichtje. En dan heb je hem weer. Net alsof je vuurvliegjes hebt. Nou, dat was het trucje. Super gemakkelijk. Drinking straw glasses. Dat is eigenlijk een... Waar staat dat nou? Ah, staat weer lekker niet. Oké, dit is dus gewoon een brilletje waarmee je kan drinken. Dus ik heb een glaasje limonade gepakt. Of wat er dan ook in zit. Dus we maken hem open. Zo. Dit is het brilletje. Oké. Nou, dit zit ook in elkaar. En nu ga ik hem opdoen. Dus dit moet over je oren. En dan.
Oh, dat is vet. Vet. Deze bril kijk ik zeker een duimpje omhoog. Dat is deze hondensnuit. Lekker, makkelijke verpakking. Oké. Ik ben benieuwd of mijn hoofd al groot genoeg is. Oké, dit moet dus... Ik denk dat het niet gaat, want mijn hoofd is veel te groot. Oh my gosh, ik leek echt gewoon op een hondje. Er zijn er nog meer van een hondje. Bijvoorbeeld deze is van een hond. En dan is deze van een eendje. Volgende! Dat is weer een goocheltruc. Ik leg hem wel aan jullie uit. Handleiding. Niet nodig. Je hebt een klein mooi doekje. En een vuist. Als eerste doe ik het doekje erin. Goed aandrukken, zodat hij goed in de vuist zit. En dan... En weg is het doekje. Snap jullie hem? Zo niet, zal ik hem eventjes voor jullie uitleggen. Dus je hebt een doekje. De meeste mensen denken dat je er een speciale hand voor nodig hebt, maar dat is niet waar. Je hebt er namelijk een speciale duim voor nodig. En de truc is, je stopt de duim in je hand, dan stop je het doekje alleen in de duim, zodat het doekje helemaal weg is, maar de duim niet. En het blazen is allemaal voor de show. En dan doe je hem om je duim. En je zorgt dat het ook echt zo zit. En niet zo, want dat ziet er een beetje raar uit natuurlijk. Nou, en dan heb je het doekje laten verdwijnen. Zo gemakkelijk is het. Hele leuke partybril. Dus als je eventjes niet weet wat je moet dragen, draag deze. Hij staat super leuk en is super mooi. Peace. Oké. Dus hij is super leuk. En super leuk. Leuke dingetjes. Het zijn er 12. En ik ga ze even uitpakken. Zodat ik ze kan gebruiken. Zo te zien zit ze nog niet aan het rietje vast. Oh, deze zit er wel aan vast. Dus je hebt deze, een party animal. De een zit niet aan het rietje. Je hebt een stropdas, nummer 2. Een sterrenbril. Heb je. Een microfoon met party time erop geschreven. Nog zo'n snorretje ik net had. En je hebt deze, die hoort aan dit rietje zo vast zitten. Heb je een mooie hartjesbril? Je hebt een strukje voor als je naar het bal gaat. En een wijntje. Ja, dat is vast een liedje. Oké, heb je er nog meer? Zoals een groot strik voor in je haar. Ook voor op je nek. Als een buiklaag. En dan heb je nog een hoedje.
lipjes. En peertje. Nou. Oké. Okay. En weg. En weg. En om het feest helemaal compleet te maken. Het is nooit een feest. Is echt never nooit compleet. Zonder een mop. Daarom heb ik er een superleuke voor jullie. Oké. Okay. Een man komt in een deftig restaurant. Hij koopt voor 3 euro een tomatensoepje. En dan zegt de man: "Ober, is dit een vlaggenmaatsoep?" Zegt de ober: "Ja, voor 3 euro'tjes kan je toch geen hele kip verwachten?" Als jullie hem snapten, schrijf dan in de reacties. Als jullie hem niet snapten, doe dat dan ook. Oké, okay, als laatste heb ik nog iets voor jullie. Hatsje! Eeuw! Nepsnot. Altijd leuk. Dit was mijn feestvideo. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie dit thuis ook gaan doen als jullie een feestje hebben. Tot de volgende keer. Bye! En als jullie op de hoogte willen blijven van mijn kanaal, klik dan op dat rode balkje hier op abonneren. En schrijf wat reacties en geef dit zeker wel een duimpje omhoog, zodat ik het weet of jullie dit een leuke video vonden. Tot de volgende keer!